gebeurde in de donkere middeleeuwen, in het jaar 600. Timpana, de dochter van de koning van Ierland, is gaan lopen omdat haar papa met haar wil trouwen. Timpana vlucht helemaal tot hier in Geel. Maar de koning vindt zijn dochter toch. En hij is zo kwaad dat hij gewoon haar hoofd afhakt. Het is al heel lang geleden, maar voor ons in Geel is dat nog altijd heel belangrijk. Ik zal het u eens laten zien. Een paar honderd jaar nadat Timpana gestorven is, komen mensen die ziek zijn in hun hoofd van overal naar Geel, omdat ze hopen dat de heilige Timpana hen kan genezen. Sommigen willen niet meer weg en die mogen dan blijven wonen bij mensen in de buurt. Die gezinsverpleging is er nu nog altijd. Kijk, dat is Dejean. Die woont al jaren bij Frans en Maria. Wij zijn in Geel super fier op de gezinsverpleging, want ze komen van heel de wereld kijken hoe we dat hier doen. Wij hebben ook een speciaal psychiatrisch ziekenhuis, het OPZ zeggen wij. Die zijn heel goed. Zij regelen ook alles met de pleeggezinnen, zodat de gasten daar goed worden opgevangen. Witte, omdat iedereen hier al eeuwen welkom is, is mijn Geel de barmhartige steden gaan noemen. In Geel maken wij het graag gezellig en er zijn hier keiveel verenigingen. Daarom is er ook heel het jaar van alles te doen. We hebben af en toe grote sportwedstrijden, maar vooral veel feesten en festivals. Mensen komen daarvoor van overal naar hier. Aan sommige feesten, zoals de Timpanadagen of Geelamania, werken heel veel mensen mee. Die zijn daar soms maanden of jaren mee bezig. Als het dan zover is, komt heel Geel kijken. Dat is echt wel cool. Er zijn ook veel mensen die naar hier komen omdat het hier eigenlijk wel schoon is, met al dat groen. Die komen dan wandelen en dingen bezoeken en zo. Als het hier goed weer is, dan rijden er ook veel fietsers langs het kanaal. Daar kun je echt kilometers rijden en naar de boten kijken. We moeten natuurlijk wel niet denken dat in Geel de mensen alleen maar feesten of in de natuur zitten. Er wordt hier ook gewerkt, hè? Er zijn hier heel veel bedrijven. Kleintjes, maar ook heel grote. Van over heel de wereld zijn die naar hier gekomen. Dat is ook omdat we hier een snelweg hebben, zodat alles snel in de haven van Antwerpen geraakt. Maar wat wel keigoed is, is dat daarnaast ook een groot kanaal ligt, het Albertkanaal, en een spoorlijn. Dat is goed voor het milieu. Dat is de Arthur, dat is mijn skatemaat. Skaten kun je hier in de Boogaard. Dat is ook een jeugdhuis waar ze van alles organiseren. Ons mama die doet ook veel sport. Die gaat elke week zwemmen. Er is een vet zwembad in Geel. Met wildwaterbanen en zo. Dat is echt cool. Je kan hier in Geel echt van alle sporten doen. En er zijn ook veel sportclubs. Onze papa is daar niet zo voor. Die zit in een toneelvereniging. En als hij daar niet zit repeteren of op te treden, dan gaat hij met ons mama naar de film of naar een tentoonstelling. Deze moet je zeker nog zien. De werft is de voorbije jaren helemaal vernieuwd. Appartementen, winkels en een ondergrondse parking midden in de stad. Van de Fuifzaal zegt mijn grote broer Arne dat ze keivet is. Dat zou wel zeker. De markt is een groot, gezellig groenplein geworden. Met veel plaats om te spelen,
te wandelen, op een bank te zitten of op een terrasje iets te drinken. Als je wil winkelen, moet je ook niet ver rijden. We hebben hier van alle winkels. Als je graag naar een grote zaak gaat, dan moet je aan de rand van de stad zijn. Ik vind het centrum wel oké. Hier zit ook de Peter. Dat is een bakker die mijn lievelingskoekjes bakt. Geelse hartjes. Hij verkoopt nog dingen die echt van geel zijn. Koffie, zeunbrood en zeunbier. Maar doe mij maar de koekjes. Ik heb al gezegd dat iedereen welkom is in geel. Ah wel, daarom hebben wij ook zustersteden in heel de wereld. Die mensen komen geregeld naar hier en mensen van geel gaan naar daar. En dan wisselen die van alles uit en zo. Voilà, je ziet, er is altijd iets te doen in geel.